Goedendag iedereen. Ik heb weer een nieuw projectje. En dat is iets moois. Om iets moois mee te maken. Ja, staat wel voor kerst. Kijk, ik heb mijn dokter die had iets gemaakt voor mij. Ziet is goed. En? Dat is het niet. Nee, dat is het niet. Maar, wat dat er hieronder ligt, dat is wel. Ze heeft iets gedaan wat dan niet gemakkelijk is. En dat is de nagels geschilderd. Ze heeft geen schilderij, ze is geen schilderaar ter eer. Nee, ze is gewoon creatief. En ze wou dat ook eens proberen. En wat vind je ervan? Ik vind het goed gelukt. Ja, ik moet zeggen, ik ben er blij mee. Het is knap gedaan. Ja, het is Bokrijk, de Smit in Bokrijk 2000. Kaderke moet daar rondkomen. Zeg maar een kader, want ze is iets groter dan deze. Ik vind hem beter, want hier staan we naar een ploft en hier is het beter. Enfin. Dus, wat gaan we doen? We gaan van een plank van, ik denk ongeveer 6 centimeter dikte. Daar gaan we met de combiné schaven. We gaan dat schaven. En dan gaan we daar een molduur aan trekken. Twee liefst, één langs de binnenkant en één langs de buitenkant. Zo, ik heb hier een balkje. Hoe lang is dat balkje? Dat is lang genoeg. Een plankje, 99 centimeter, dus dat is juist wat we met om te doen. Dan ga ik eerst schaven. De ene kant vlak, de andere kant haaks. En dan de onderkant gaan we doorsteken. Dat is doorsteken wil zeggen van onder erdoor, van achter eruit. En dat is voor van dikte te zagen. Dus schaven, sorry. Maar eerst moeten we plat schaven. Gaan we dat doen? We gaan dat doen, hè. En wat gaan we dan doen? Als we gaan schaven, dan gaan we altijd ons brilletje opzetten. Hè? En omdat we dan toch eigenlijk altijd een klein beetje veel lawaai maken, ons schelpjes op. Zie je? Schelpjes. Eerst was ik in die richting aan het schaven, maar je moet altijd een beetje kijken dat je niet tegen de nerven inzaagt, schaft. En dat is een nerf, die staat zo. Deze dan moet ik zeggen, je moet een beetje kijken, dat is een pijl. Je moet in die richting schaven, dus zo moet je schaven. Anders ga je al je nerven optrekken en dan scheuren ze. En zo niet. Goed, hè? Voilà, weer iets bijgeleerd, hè? Ah ja. Zo, nu gaan we het even van dikte maken. Dat is 3,2 centimeter. Dat wil zeggen, dat ik, ik ga dat niet zien. Nee. Zo, hopla. Dat wil zeggen dat ik deze onderste moet omhoog brengen totdat hij hier een afstand heeft van 3,5 centimeter. Ja. Hier staat een maat op. Dus ik draai dat omhoog. Zo goed mogelijk, want niet gemakkelijk om dat omhoog te draaien.
Zo, voilà, van dikte. Nog een keer meten. Dat is hier 3,4. En aan de andere kant is dat 3,5. Dus zetten we dat hier op. Ja. 3,4. Zo, voor de eerste pas. Aangezien dat onze schaafkop in die richting draait, moet ik die nu langs hier erin steken. Wat gaan we nu doen? Die zagen in lengtes van, in breedtes van, weet ik niet. Ik moet binnen te gaan meten. Dus 4 centimeter breedte moet die hebben. Ik moet dus nog een breed bijzetten, dan kan ik mijn afzuiginstallatie gebruiken. Tja, gaan we nu maar een blazen. Dat is goed, we gaan zegenen. Zaag er terug op. Buitenkant ga ik gewoon een schuine kant aantrekken, denk ik. Ik weet het niet. Maar deze gaat het moeten doen. Probleempje, dat is geen groot probleempje. Peter heeft niet goed gevreesd. Dat gaan we niet doen. Dat wordt te gevaarlijk. Ik wil nog graag mijn vingertjes houden. We gaan het met de bovenfrees doen. Ik kan het moeilijk afstellen. Het is allemaal zo weet dat je moet feeling voor hebben. En dat heb ik nog niet. Hè? Tja, de dingen dat je kunt, de dingen dat je niet kunt. Hè? Nou doen we het bij de simpelste dingen. En we doen het gelijk als dat we denken. Ja, dat is van de dingen, van de schaafmachine. Kijk hoe dat komt. Zie je een draadrichting lopen? Hier, is dat de pitteke. En dat wil zeggen,
als je in die richting, dan trekt al die devices mee omhoog. Als je in die richting werkt, niet. Dus als die, hoe moet ik het zeggen, als die zo gedraaid heeft, dan is dat hier glad. Je ziet dat nu, hè? Glad. En hier trekt dat al die vezels omhoog. Dat is niet plezant, hè? Maar, dat is veel schuurwerk, hè? Hier heeft hem ook een lapje afgehaald, hè? Tja, we zien het. Zo, het spelletje begint al, hè? De vorige keer heb ik een lijn gezaagd, zie je dat? Die wat dieper liet als mijn tafel. Maar dat komt al niet meer overeen. Oh my god. Ik ga die daar eens mee overeen zetten. Ah zo, nu is die dan vastgeklonken op 45 graden. Dat zou het moeten zijn, dus oké. Okay. Dat ik nu nog niet, dat ik nog meer wist, want ik gebruik dat niet veel eigenlijk. Hè. Ik heb zo'n afkortzaag, maar dan heb ik nu geen goesting, want ik krijg dat niet meer aan. En dat klikt dan. Hopla. Klikt is een 45 graden. Is dat dan wel 45 graden? Dan weet ik niet, want kijk, het is weer al verschoven. Zo. Dit is juist geen 45 graden. Dat is perfect. Kijk, als je er zo op kijkt. Zie je dat? Oké. Okay. Nee, niet verkeerd zagen, hè. Zie je? Verkeerd gezaagd. Dan zeg je dat ik mijn greep heb. Maar het niet altijd aandoen. Want ik begin dat telkens aan de neus te krijgen. Hè? Een hele lange neus. De neus van Pinocchio. Zo, van hier tot hier moet dat rond 70 zijn, maar ik kan 75 pakken. Dan ben ik zeker. Oké. Okay. Zit er in orde af komen te zijn geweest dan? Oh. Heb ik nog geen streep op mijn eigen doen? Dus, dat gaat de kader zijn ze. Dat ziet er goed uit. Nu gaan we wat schuren. Scheuren. Proper maken. Schuren. Ah, voilà. Zit hè? Het is geschaafd. Een moleer aangetrokken. Aan de buitenkant heb ik een rollen gemaakt. Van binnen een schoonmoleerke. Opgescheurd. Oh, en niet vergeten. Ik heb de insparing gemaakt voor de schilderij in te zetten. Gezaagd. Opgescheurd en nu gaan we die aan elkaar plakken. Ik heb hier nog pootjes van de oude zetel, just 90 graden, stevig genoeg. Want ik heb dan niet zo'n spansysteem, ik heb dat allemaal niet nodig. Dat maakt je allemaal zelf, hè? Of je vindt dat zelf. Of je vindt zelf uit. Dan hebben we een span erin. Om daar rond te zetten. Zo. Die gaat daar zo rond. En dan spannen we het GG open. Zo. Wat denk je? Dat gaat goed komen. Oké. Dan bedansen is altijd. Als je iets plakt, dan plakt je dat regelmatig aan tafel vast. Al wel. Dat is spijtig dan. Ik ga daar papiertje onder steken. 1. Twee. Dat papier dat kun je eraf scheuren. Dat is een tafel. Een tafel, sorry. Die tafel hier dat ik hier heb, dat is een deur.
twee gezaagd. Zo, een deur om te deuren. Hè. Dan gaan we daaronder steken. Als ze willen. Ja, oké. Zo. En al wat dat blijft plakken aan het papier, dat kan je kwad. Twee papieren. Twee geplooid, gescheurd. Dan heb je er toch wel vier. Ah ja. Inderdaad. Ik begon aan mijn capaciteiten van rekenen te twijfelen. Ik moet daar niet aan twijfelen. Ik kan dat toch niet. Ik doe alles met apjes en papjes. En een rekenmachine. Dat is echt waar. Ik kan optellen, hè? Tot 4 denk ik. 4,5 misschien. Zo, hier komt de lijmpiepen. We gaan daar lijm op doen. Zo, en dan hebben we daar de vinger voor. Zo. Niet te veel van de andere kant ook, want ik ga die kopstukjes van de andere ook nog in lijmen. En meer is niet, hè. En dan vastplakken en achterna zien, moet er een naalje in, dan moet er een naalje in kloppen. Moet er geen in, dan klopt ernaast. Dus dat gaan we niet doen, hè. Nee. We zetten onze spullen op klaar. Die en hier, die daar. Dat mag er weg. En daar komen we morgen dan weer een keer op terug. Want dat moet wel goed drogen. Ik heb graag dat dat goed droog is, want anders komt dat los. Zo. Klamme vinger. Daar komen we. Zo. Maar ik ga toch nog eerst die lijm wat afkuisen met een vochtige doek. Iets geplakt en nu gaan we hem los doen. Allee, het is toch weg. Nee, dat gaat toch weg. Dat gaat wel aan. Dat is dan los krijgt tenminste. Dat is goed. We gaan een keer zien, hè. Grootste gedeelte opgescheurd. Nu is daar soms zo een beetje lijm tussenuit gelopen. Dus moet ik dat zien te verwijderen met een steekbijter. En dat gaan we dan doen. We gaan hiermee beginnen ze. Oké, nu gaan we die bijten. Je ziet misschien op de kop puntjes. Ik heb daar toch een naalken in geklopt. Ik spoot een pat. Oké. Aspect satinier. Oh, voilà.
keer insmeren. Dan met tante vliegen, vliegen wij rond mijn kop. Dat is van die dikke, dikke vetpans vliegen zo. Mijn haren komen dan maar recht omhoog. Oh ja. Potje white spirit pas gevuld. Gaan we dus niet doen, hè. Ik raad iedereen dat een stellig staf. Ik ga er nog een foto van trekken als hem gemonteerd is op de kader, op de schilderij. En dan gaan we die omhoog hangen. Ja. Nu wat ik al gezien heb, dat is dat hem niet helemaal in de schilderij zakt. Hè. Meestal zakt dat helemaal gelijk tot met de schilderij. Maar dat kon ook niet, want dan zou ik hier al direct een hoop van mijn bolier afgenomen hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga daar van achter een ijzerdraadje op spannen voor die schilderij daarin te houden. Van onder en van boven en dan zit hij daarin. En dan kan ik dat ook gebruiken voor hoop te hangen. Oké? Okay? Dus we zullen wel zien. Allee. Sloppen.